We zijn nu 10 weken aan de slag gegaan. Dit is de 11e week. Ik wil heel graag weten wat jullie geleerd hebben. Keuzes maken. En wat voor keuzes maken? Tussen gezonde dingen en ongezonde dingen. En wat zijn de gezonde keuzes? Noem eens iets. Fruit. Wat hebben we geleerd? Plezier hebben. Plezier hebben in? In sport en beweging. In sport en beweging. En zijn er verder nog dingen wat we geleerd hebben de afgelopen tijd? Ja, het gezond eten hoort komt erbij. Niet te veel mayonaise of zo, of tegen ongezonde dingen erbij. Als je de hele week gewoon gezond hebt gegeten, mag je ook wel iets lekkers. Dit is een hele goeie. Dit is echt een hele goeie. Want wij zeggen niet, ongezonde dingen zijn zo slecht dat je ze nooit mag eten. Je mag ze wel eens eten als de rest van de week gewoon maar lekker gezond is. Goed bewegen, goed eten, veel groente, veel fruit. Dan mag je best eens een keer een snoepje of een koekje pakken.